Lukt het je wel om bezoekers te krijgen op je webshop, maar slaag je er niet in om deze bezoekers om te toveren tot betalende klanten? Dan heb ik voor jou 5 tips die je direct kunt toepassen om meer verkopen te gaan behalen met je eigen online business. Yes jongens, welkom en super tof dat je kijkt naar weer een nieuwe video op mijn kanaal. Als je hier nou voor de allereerste keer bent en je kent mij nog niet, mijn naam is Josje Vakaats, ik ben de eigenaar van de Dropship Academy. En sinds 2017 hebben wij meer dan 6000 mensen succesvol mogen helpen met het opzetten van een eigen online business. In die afgelopen jaren dat ik bezig ben met het helpen van anderen, heb ik natuurlijk heel veel webshops voorbij zien komen. En wat mij is opgevallen, heel veel mensen lukt het wel om bezoekers te krijgen op hun webshop, maar weinig mensen lukt het om die bezoekers ook daadwerkelijk om te toveren tot betalende klanten. Hoe komt dat nou? Heel erg simpel. Ze hebben hun productpagina niet geoptimaliseerd. Ik zie keer op keer dezelfde fouten voorbij komen. Dus daarom wil ik in deze video de meest voorkomende fouten wil ik bespreken. En ik wil je gelijk 5 praktische tips geven die je direct kunt toepassen op je eigen productpagina. Zodat je vanaf nu tot in de eeuwigheid meer mensen kunt gaan converteren op jouw eigen webshop. Nou, allereerst, waarom is die productpagina zo belangrijk? Als wij kijken naar de marketing funnel, wat de meeste mensen doen is ze adverteren hun producten op social media platformen zoals TikTok, Instagram, Facebook, Pinterest of Snapchat. Daarin slagen ze wel, van ze krijgen mensen wel van het platform naar hun webshop. Maar je moet je voorstellen, die mensen die op jouw webshop komen, die kennen jou niet, hebben nog nooit van jou gehoord, hebben waarschijnlijk ook nog nooit een aankoop bij jou gedaan en ze zijn ook niet op zoek naar jouw producten. Ook even een hele belangrijke om te vermelden, want mensen zitten te scrollen en mensen zitten niet te scrollen om producten tegen te komen en om producten te bestellen. Dus op het moment dat iemand jouw advertenties tegenkomt, moet het de aandacht pakken, moeten zij doorklikken naar je webshop en op die productpagina, dat is de plek waar het allemaal moet gebeuren. De meeste mensen zijn afhankelijk van impuls aankopen, dus je moet ervoor zorgen dat die productpagina er op en top en top uitziet. En daarvoor ga ik je vandaag een aantal belangrijke tips geven. Allereerst, zorg voor een onweerstaanbaar aanbod. Zorg ervoor dat als mensen op jouw productpagina terechtkomen, dat ze denken van wow, dit is een vette aanbieding, ik moet nu actie gaan ondernemen. Nou, wat is een onweerstaanbaar aanbod? Het kan zijn een hoge korting van bijvoorbeeld 50%. Het kan zijn dat je een gratis product erbij geeft. Een van de coaches uit de Dropship Academy die heeft een hele vette case study gemaakt waarbij die 4 miljoen euro aan sales heeft gemaakt met één simpel product. Ook op het Kestrel seminar wat we 1 keer eerder hebben gegeven, heeft hij de case study uitgelegd. En wat hij zo goed heeft gedaan om uit één product meer dan 4 miljoen euro aan sales te maken, is hij had een heel erg goed aanbod. En dat aanbod was 1 plus 2 gratis. Dus mensen betaalden 1 product en ze kregen de 2 producten kregen er gratis bij. En het was een product dat normaal gesproken al een vergelijkbaar product 30 euro kost. Hij verkocht het ook voor 30 of 35 euro, dacht ik. Alleen kregen mensen in dit geval dus geen 1 product, maar 3 producten. En hij kon dit doen omdat de inkoop van zijn product ontzettend laag was. Dus stel dat zijn inkoop 5 euro was geweest en hij zou 1 product verkopen voor 20 euro, ik zeg maar even wat. Nou, op het moment dat hij er dus 2 producten bij verkoopt, kost het hem 10 euro extra. Die 10 euro doet hij bij zijn 20 euro, kan hij dus aanbieden voor 30 euro. Maar in de ogen van de klant krijgen zij dus 90 euro aan waarde. En dat is iets dat als mensen het product interessant vinden en ze komen op zo'n productpagina en ze zien dat, is dat eigenlijk een aanbieding dat zij niet kunnen weerstaan. Oftewel een onweerstaanbaar aanbod. Dus dat is de allereerste stap. Zorg ervoor dat je voor jouw product dat jij verkoopt altijd nadenkt over oké, hoe kan ik mijn aanbod zo onweerstaanbaar mogelijk maken. Tweede is, je wil gebruik maken van gifjes, je wil het visueel maken en je wil gelijk zien eigenlijk, kijk, we leven in een tijd, de aandachtspannen van de mens wordt steeds korter en steeds korter. Interessante content gaat steeds meer naar short-form content toe. Mensen zijn aan de lopende band aan het scrollen op TikTok. Mensen willen dopamine hit na dopamine hit na dopamine hit. En dat betekent dat mensen ook niet meer de moeite nemen om jouw hele productpagina te lezen. Om uiteindelijk erachter te komen uit de teksten die je op je productpagina hebt. Wat het product is en wat het product doet. Dus mijn tip is altijd, maak het visueel. En het visueel maken kun je heel goed doen door gebruik te maken van afbeeldingen. Maar wat nog beter werkt, is het gebruik maken van gifjes. Dat als mensen door jouw productpagina heen scrollen, dat ze gelijk even een gifje zien waarin in 1 of 2 seconden duidelijk is, maximaal 3 seconden duidelijk is, wat het product is, voor wie het product er is, welk probleem het oplost, waarom mensen het zouden moeten hebben. En je kan mensen op die manier in emotie brengen. En als mensen het gifje zien, dan moeten ze gelijk denken van wow, dit is een handig product, dit is makkelijk in gebruik, dit lost het probleem op dat ik heb. En dit is het product dat ik moet hebben. Dus uiteindelijk moet je er een gifje inzetten dat ervoor zorgt dat je eigenlijk geen productomschrijving meer nodig hebt. Derde tip is, maak gebruik van verliesaversie op jouw productpagina. Het gaat er eigenlijk om het feit dat mensen over het algemeen
meer hun best doen om pijn te vermijden dan dat zij hun best doen om winst na te streven. Dus, ik ga je een simpel voorbeeld geven. Stel, ik geef jou 500 euro. Dan denk je van, wow, George, dat is aardig, cool. Kan je even mee gaan shoppen, kan je lekker uit eten. Maar het geeft, zeg maar, dit level aan plezier. Die 500 euro die ik jou geef. Nou, stel dat je zo meteen op de fiets stapt en je rijdt door rood en je krijgt een boete van 100 euro. Doet die boete van 100 euro doet waarschijnlijk meer pijn omdat je iets verliest dan het genot dat je hebt gekregen van die 500 euro die ik jou heb gegeven. En dat is de natuur van de mens en daar kun je heel erg goed op inspelen op jouw webshop als je mensen het gevoel geeft dat zij iets verliezen als zij geen actie gaan ondernemen. En dat is dus een hele interessante. Nou, stel je voor, je loopt een winkel in en je ziet een t-shirt. En je past het t-shirt en je bent er blij mee en het voelt goed en het voelt lekker. En de verkoper komt naar je toe en die zegt van, hey, wacht eens even, je hebt geluk. Dit is het laatste t-shirt dat we hebben in de winkel in jouw maat. Op het moment dat die verkoper dat zegt, is het t-shirt, de perceived value, dus de waarde van het t-shirt in jouw ogen, is opeens veel meer waard. Dan wil jij het verlies van die aanbieding die je dan niet kunt pakken, wil jij vermijden door een aankoop te gaan doen. Ik weet dat ik het goed uit heb gelegd, maar dat maakt even niet uit. Nou, hoe kun je dat nou toevoegen op je webshop? Door gebruik te maken van urgentie. Dus om te laten zien van, hey, deze aanbieding 1 plus 2 gratis is leuk, maar hij is nog maar een uur geldig. Op het moment dat je dat laat zien aan je bezoekers, dan zullen ze niet denken van, hey, leuke aanbieding, cool, ik sla de link even op en ik ga morgen of vanavond als ik thuis ben, ga ik het product kopen. Want mensen vergeten over jouw product. Wat je wilt doen is ervoor zorgen dat mensen die op jouw productpagina komen denken van, wow, dat is een vette aanbieding. Maar wacht eens even, het is nog maar een uur geldig. Of wacht eens even, er zijn er nog maar 3 op voorraad. Dus als ik nu geen actie onderneem, dan verlies ik deze vette aanbieding. En dat zorgt ervoor dat je conversie op je webshop hoger wordt. Omdat veel mensen dus bang zijn om je aanbieding te verliezen. En dus sneller overgaan tot een aankoop. Vierde is, voeg social proof toe. Ook dit zie ik lang niet altijd goed gaan en dit is een hele belangrijke. Want op het moment dat mensen denken van, hey, vette aanbieding, zijn er altijd twijfels van mensen in hun hoofd. Van, is het wel veilig? Komt het product wel aan? Is het wel het product dat ook daadwerkelijk geadverteerd wordt? Kijk, het verhogen van je conversie op je webshop is niets meer en niets minder dan zoveel mogelijk obstakels die mensen zouden kunnen hebben om die weg te nemen. En heel veel obstakels kun je wegnemen door gebruik te maken van social proof. Dus laat reviews zien van oudere klanten. Laat klantervaringen zien, want dat zorgt ervoor dat mensen onbewust denken van, hé, wacht eens even, ik kan niet veilig bestellen. Product komt waarschijnlijk aan. Andere mensen zijn er tevreden over. En nog een extra voordeel is, mensen doen over het algemeen wat andere mensen ook doen. Dus op het moment dat jij op een productpagina komt en je ziet 100 reviews van alleen maar positieve mensen, dan denk je van, hé, wacht eens even, zij vinden het product waarschijnlijk vet. Ik moet dit product ook hebben. Is gewoon hoe het werkt. Vijfde tip om je productpagina te optimaliseren gaat niet per se over het verhogen van je conversie, maar meer om meer geld te verdienen met hetzelfde product. En dat is, voeg altijd manieren toe om je average order value te verhogen. Wat is average order value? Average order value is het bedrag dat iemand per bestelling gemiddeld besteedt op jouw webshop. Hoe kun je dat doen? Heel simpel, door gewoon gebruik te maken van bundels. Dus als je zegt van, hey, ik heb bijvoorbeeld een iPhone die ik verkoop. Nou, zeg dan erbij van, hey, wacht eens even. Je wil nu een iPhone kopen. We hebben nu ook een vette aanbieding. Als je een telefoonhoesje erbij bestelt en een screen protector, krijg je zoveel procent extra korting. Dus je kunt bundels maken met andere producten die passen bij het ene product dat je verkoopt op die productpagina. Ander idee zou bijvoorbeeld kunnen zijn discounted pricing. Dus koop meer, bespaar meer. Dat is vooral handig bij producten waarbij mensen er meer van moeten hebben. Dus stel je verkoopt bijvoorbeeld een pen. Dan zeg je op je webshop van, hey, je kan ook 3 pennen kopen. En dan krijg je nog eens 30% korting boven op de actie die we al hebben. Dus, dit zijn 5 tips die je direct kunt toepassen op jouw productpagina. Ik zorg er in ieder geval altijd voor ieder product dat ik verkoop, dat eigenlijk al deze elementen terugkomen. Dat 1, dat ik een onweerstaanbaar aanbod heb, dat het product goed wordt uitgelegd in de vorm van gifjes, dat ik schaarste en of urgentie toevoeg. Een goed voorbeeld daarvan van een webshop die dat heel goed doet, of niet een webshop, maar een website, is booking.com. Social proof wil je toevoegen en je wil altijd incentives toevoegen om je average order value te verhogen. Mijn tip is ook van, kijk bij andere webshops hoe zij het doen en kijk ook waarom jij denkt dat het in dat geval werkt. Voor de incentive om je average order value te verhogen, iemand die dat heel goed doet is Coolblue. Dus bij Coolblue hebben ze eigenlijk bij vrijwel ieder product dat je koopt, hebben ze andere gerelateerde producten dat ze je erbij aanbieden voor een aanbieding. Dus ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Is dat zo? Doe een likeje, duimpje omhoog. Laat een leuke comment achter en abonneer natuurlijk op het kanaal voor meer interessante video's. Peace!